make body the hero. Make body the hero. You know what? When I was born for school. Me. Now I'm Ingi. Ini wa serana mang we spare you ego. Me dena you. Me dena na you. Allah say pay you ego. Luku na we de iti de. Lobby serana kondre luku na we de ino moba. Yes sir. Na we lobby de iti de. Me kuya la mala uko na wa. Dan solidariteit en protestlo. Ik vond het mooi om alle inheemse groepen te zien. En we hebben bewezen dat we één zijn. We hebben de mensen helemaal uit het zuiden gehad. De Wayana's, de trio's. En ook uit de verschillende dorpen. Het was mooi om te zien dat de mensen zichzelf hebben gemobiliseerd om naar hier te komen. Ze hebben niet gevraagd van, hey, ga je een transport voor me sturen naar daar? Ze hebben zelf hun eigen gelden ingezet. En ze zijn naar hier gekomen en dat was zo mooi om te zien. Dat we allemaal gewoon als één konden lopen en dat we de Almachtige konden roepen om hulp. De planning was om bij de Palmentuin te zijn of daar onze ceremonie uit te voeren, maar we hebben geen toestemming gehad van het kabinet van de president. En we hebben toen toestemming gevraagd voor Wakapasi. We hebben wel toestemming gehad, maar daar was dus afgesloten door de politie. Ero, Surinjama, Robo, Konde, Anna, Konde, Ero, man. De politie heeft dus aangegeven vanwege veiligheidsredenen dat ze daar hebben afgesloten. Maar de DC had ons al groen licht gegeven dat we hier op zijn terrein aanwezig kunnen zijn en de mensen kunnen toespreken. Dat gaan we liever naar de DC. Ja, dat gaan we daar. Ja, yes. Oké. DC heeft jullie uit zichzelf uitgenodigd? Nee, we hebben een nette brief geschreven naar de DC en we zijn toen gebeld. En zo zijn we dan bij de DC beland. En ik ben blij dat de geluiden die mij tot nu toe hebben bereikt, dat die heel positief zijn. Mijn complimenten aan u als organisatie, als Stranaman, broeders en zusters.
U krijgt van mij de gelegenheid om uw boodschap te brengen. Alleen hij vader op zo, maar dat nog erg. Want door weer en wind, om Tjarabos op boek afvissie. Vandaag de dag hoefden wij hier niet te staan. Onze strijders die het niet meer konden aanzien hoe er met hun mensen werd omgegaan. Keer op keer hun stem niet te horen door middel van protesten, petities die ingediend werden. Bij het hoogste orgaan zijn ze geweest. Mijn familie, mijn inheemse broeders en zusters die al jarenlang opkomen voor hun grondrechten. Onderdrukt, mishandeld, geklapt, vermoord. Laten we nooit vergeten. Zij die niet mochten leven, om wie ze waren. En zij die stierven, om het kwaad te stoppen. En om onze vrijheid te geven. Zo heeft gesproken nichtje van Marcelino van Martinez Wolfjager. En dochter van Weilen, inspecteur Goeding. Om een jaar sinds de komitpoetja, altijd de verneder unu, de vertrap unu, lek unap letten, lek libisma. Maar neki Allah tra sma sa itain seranau uwa aba vrijheid tu fulip en harmoni tapu igi grong. En om een jari utaki. Regering kom, regering go. Regering kom, regering go. Nooit, nooit ook is er erkenning voor een grondletting. Maar tide na tide, hoe nu lek een heense vrouw. Tide ook een abja. En hoe dat nono, hoe een lief de een heense man voor hoe nu. Zij aan zij. We strigo. Ja? Ja. Ja, dat is een heel grote tijdje. En die de met actie aan regering. Aan regering is de no. No, no, de einde van Mati. Voor Akondres Rana. Dat de actie en hoe. We dwingen alles pikken. We kunnen afleken in heemse. We wanneer we dat spekje leken in heemse. We noem dat tere moro. We streng, maar lek van ozi. Ako wel. Ane jepi. We noem aan las moro broeru. Meki we streng, dat we lette fasi. We streng en vanaf tide. We noem dat tere moro. We streven tegen een betere eind, tegen een fijn alletje voor gronde rechten. Ja? Wat gaan jullie doen als de politiek wil gaan bemoeien in deze kwestie in jullie organisatie? We zijn door heel veel politieke partijen benaderd. Maar wij hebben aangegeven, we hebben allemaal onze politieke achtergrond. Maar we willen niet als een politiek figuur naar voren komen. Dat is niet onze bedoeling. Wij willen echt erkenning van onze rechten. En dat politiek heeft ons tot nu toe nooit geholpen. Dus vandaar dat we zeggen van nee, liever politiek op de achtergrond. Luku na wide iti de. Lobisra na kondre luku na wide ino moba. Now we lobby naked, make we a malamukona. Then he give a day before, while I'm a lavender. Usabi den, Uteri den,
We zijn heel tevreden. We zijn echt tevreden omdat wij geen bestaande organisatie zijn. We zijn, laat zeggen, misschien 2 weken zo dat we bij elkaar zijn. We hebben elkaar, enkele van ons hebben elkaar nooit eerder gezien, nooit eerder gesproken. Maar we zijn eigenlijk door omstandigheden bij elkaar gebracht. Zomaar bij elkaar gekomen. Wij geloven dat onze spirituele intuïtie ons bij elkaar heeft gebracht. En wij willen dan dit niet zo laten. We willen verder gaan als een groep.